Shorty like it. Shorty like it. Shorty like $1,000 plate, fine China. Tell her that she beautiful every day. I remind her, I jump in a. Hi babes, welkom bij mijn kanaal. Mijn naam is Leila en in deze video laat ik jullie zien hoe ik mijn haar zo fabulous-achtig, kapper-achtig veun. Ik heb deze video voor jullie opgenomen omdat ik eigenlijk de vraag kreeg toen ik live ging op Facebook in mijn beautygroep. En toen heb ik aan heel veel mensen verteld hoe. En toen kreeg ik natuurlijk super veel vragen. Hoe ik dat doe, welk apparaat ik gebruik, et cetera, et cetera. Dus ik dacht, weet je wat, ik film het en dan is dat ook weer de wereld uitgeholpen. En dit is eigenlijk ook hetzelfde als wat ik in mijn vlog had. Zeg maar in de laatste shot zie je ook dat mijn haar gefeund is. Of ja, laatste dag van mijn vlog. En nou, daar kreeg ik ook super veel complimentjes over. Dus ik dacht, weet je, ik laat het gewoon zien. En dinsdag ga ik mijn haar verven. Of dinsdag of woensdag. In ieder geval, dat ga ik ook vloggen. Maar ja, dan wordt het dus iets heel anders. Dus het kan zijn dat ik dan deze kapsel niet meer kan doen. Dus ik dacht, ik ga het nu gelijk filmen. Zodat voor de dames die het graag willen leren, dat ze het wel gewoon nog kunnen doen. En dat ik het, als ik het niet meer voor kan doen, ja, dan is het een beetje lastig uitleggen. Ja, het is echt super simpel. Dit is echt iets wat ik doe. Wat ik eigenlijk altijd doe als ik uit de douche kom. De borstel die ik hiervoor gebruik is die van Babyliss. En jullie gaan het niet geloven, deze kost iets van 26 euro of 27 euro. In ieder geval, hij is zeker niet duur. Ze verkopen hem volgens mij zelfs bij de Kruidvat. Ik heb deze volgens mij besteld op bol.com. En toen kreeg ik het gelijk de volgende dag in huis. En hij is heel fijn. Ik ga in de beschrijving zetten welke dit precies is. Want ik weet zeker dat ik daar heel veel vragen over ga krijgen. Dus kijk in de beschrijving van de video. Want dan zie je precies welk serienummer, bla bla bla. Dus dat ga ik vermelden. Verder gebruik ik niks in deze video behalve een haarolie. Dit is Gizu haarolie van Nguyen Mirsali. Maar kan elke andere haarolie zijn. En verder is het belangrijk dat jouw haar een beetje stug is van zichzelf. Als jouw haar van zichzelf heel snel uit de krul valt, dan gaat die volume wel wat minder blijven. Plus ik heb ook een beetje laagjes. Als je wat laagjes hebt, dan blijft het natuurlijk ook wat beter en volumineuzer zitten. Ik heb ook niet super lang haar zoals je ziet. Het komt eigenlijk net boven mijn borst. Dus het is ook niet voor heel erg lang haar geschikt. Kan je wel doen, maar dan gaat het gewoon wat platter zitten. Voordat ik dit doe, ga ik wel gewoon wassen met shampoo en conditioner. Dat doe ik wel. Het kan zijn dat misschien voor sommige mensen het beter werkt als je geen conditioner gebruikt. Maar als ik dat doe, dan is mijn haar echt stro. Dus ik moet echt conditioner gebruiken. En de shampoo die ik gebruik is van Lush. Dat is de Big Hair Shampoo. Die zal ik ook in de beschrijving zetten. Die heb ik ook zo vaak het over gehad, zeg maar, op mijn Snapchat. Dus, en iedereen die heeft gebruikt is er heel blij mee. Het is voor mijn hoofdhuid niet heel goed. Dus, maar ik krijg er wel echt veel volume van. Dus ik blijf hem eigenlijk best wel vaak gebruiken. Maar ja, het is niet heel goed voor mijn hoofdhuid. Het kan zijn dat het voor jou heel goed werkt. Ik vind in ieder geval het resultaat met die shampoo heel mooi. En ik gebruik de André Lon Pure Natuurlijk Conditioner. Dus dat is echt een heel goed verschil. Want die shampoo kost 20 euro of zo. Die conditioner is 4 euro. Maar goed, ik gebruik ook echt super veel conditioner. Want je haar wordt een beetje stug van die shampoo omdat zout in zit. Maar goed, dat is mijn combinatie voor mijn haar in de douche. En dan, dit is dan het apparaat wat je echt nodig hebt. Dit is Ski. En verder heb je gewoon een haarborstel nodig en een clip. Maar goed, je gaat het zien in de tutorial. Vergeet in ieder geval niet een duimpje omhoog te klikken op de video als je hem leuk vindt. En vergeet ook niet om te abonneren op mijn kanaal als je meer van dit soort video's wilt. Nou, laten we gelijk beginnen met de tutorial. Nou, zo ziet mijn haar er dus eigenlijk uit als ik gedoucht heb. Ik heb toen mijn make-up gedaan en dan in de tussentijd is het wat droger geworden. Hierachter is het nog een beetje nat. Dus dit is mijn haar uit de douche. En dan, ik vind het wel fijn als het een beetje vochtig is. En soms doe ik het ook op droog haar, maar dan maak ik het eerst een heel klein beetje nat met mijn handen. Maar echt een beetje. Het mooiste resultaat is wel als het echt, zeg maar, uit de douche vochtig is. Wacht, ik ga natuurlijk eerst laten zien wat ik gebruik. Dat is dus de Ceramic Hair Styler van Babyliss. Zoals je ziet gebruik ik deze echt heel vaak. Dit is al helemaal vervaagd. En er zitten nu ook haren op, dus don't mind that. Dus wat ik eigenlijk doe, is dit stuk wil ik het meeste volume. Dus dit doe ik eerst even apart. En deze kapsel is voor mij echt 10 minuten of kwartier max. Ik ben zo mee klaar. Dus ik doe altijd douchen, make-up, ontbijten en dan
Of nou ja, jullie weten dat ik niet altijd goed ontbijt. Als je mijn vlogs kijkt. En even doorborstelen met mijn icy borstel van Hairfinity. Oké, zoals je ziet heb ik het echt niet netjes of zo gedaan. Maar dat hoeft ook niet, want dit is gewoon een heel makkelijk kapsel. Ik heb dus eigenlijk 3 delen gedaan. Dus het bovenstuk en dan hierachter door midden en dan naar voren toe. Wat ik dan doe is even doorborstelen. Nog een keertje. En ik heb hier weer dus wel olie in gedaan. Maar dat heb ik dus gelijk na het douchen gedaan. Zodat het in de tussentijd kan intrekken. En dit is wel een soort van serumolie. Niet echt een olie. Want als je dan echt olie erin gaat doen. En dan met zo'n warm apparaat. Dan bak je dus ook je haren. Dus dat moest je dus ook niet doen. Dus de helft van deze pluk. Ik zit helemaal te stotteren. Oké. En dan gooi ik de andere stuk naar achter. En ik pak de föhn en hij heeft meerdere standen. Hij heeft ook een koude stand. Er zit een sterretje en dan stand 1 en stand 2. Ik doe eigenlijk altijd gelijk stand 2, de warmste stand. Nou, zoals je ziet ga ik eerst onder en boven een keer langs. Terwijl die aanstaat. Maar goed, ik kan niet praten als die aanstaat. Dus een keer onder en een keer boven. In ieder geval dat dit stukje echt droog is. En daarna gaan we naar onder toe en trek ik hem zo naar beneden. Terwijl die aanstaat. En dan ga ik draaien. Op dit stuk ga ik draaien. Maar als het aanstaat is het makkelijker omdat er dan lucht uit. En dan pak je je krultang, of je föhnborstel. En dan ga je er zo doorheen, terwijl die aanstaat. En dan ga je zo langzaam naar boven. En aan het eind probeer je het gewoon zo te krullen naar beneden. Dan laat je even föhnen. En dan weer los. En dan ga je naar de volgende pluk. Let's go!
Ik een beetje olie. Maakt echt niet uit, maar gewoon haarolie. Zorg ervoor dat het niet echt vettige olie is, want het moet echt opdrogen. Ik ga de Gizu Oil van Negin Mirceli gebruiken. En dan pak ik een pompje. Zo. En dan ga ik dat een beetje in de punten werken. En het fijne is dat het niet echt een vettige olie is, dus deze droogt wel op. Maar zoals je ziet wordt het wel gelijk wat platter. Maar ik vind dat niet heel erg, want ik hoef niet zo big hair of zo. Ik wil gewoon shiny en healthy looking hair. Nou, dit was het eind van mijn video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie het leerzaam vonden. En hopelijk zie ik jullie volgende keer op Snapchat of Instagram of misschien in het echt. Terwijl jullie je haar hebben gefeund met deze feunborstel. Laat me weten als jullie hem hebben gekocht. En wat jullie ervan vinden, want ik ben echt benieuwd naar. En ik hoop dat het voor jullie ook heel makkelijk wordt, want het is gewoon fijn. Als je gewoon lekker je haar kan feunen en eruit ziet alsof je naar de kapper bent geweest, toch? Dus, nou, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En ik zie jullie hopelijk op mijn volgende video. Dankjewel voor het kijken. Mwah. En nu ga ik mijn gezicht wassen en slapen. Want jullie weten het niet weten. Ik heb deze video hoe laat opgenomen. Ik ga het jullie laten zien. Hallo. Het is. En ik film deze video voor jullie. Maar ik ga jullie eerlijk zeggen. Ik heb er heel lang geslapen vandaag. Dus ik dacht. Ik ga wat productiefs doen. Aangezien ik toch niks nuttigs heb gedaan vandaag. Hi babe. Wow. En vergeet niet te abonneren. In ieder geval vergeet niet te. Wie gaat nu mijn gezicht wassen? Oh my god. Het is echt zo'n reclame shot. Of is dat dom? Mensen, niemand heeft mij gesponsord voor deze video. Dat jullie weten.